Hallo, goedemiddag. Hi. Wat kan ik voor je doen? Wil je mij naar het Lely Center brengen? Naar het Lely Center, ja natuurlijk. Ik ben vrij. Okay. Als eerder in een fietstaxi gezeten? Nee. Oké. Okay. Ritje naar het Lely Center kost €6. Oké, doen. Ja, is dat oké? Okay? Ja. Oké, okay. Nou ik ga zitten. Dan breng ik je naar het Lely Center. Hartstikke leuk. Ja, ben je er klaar voor? Oké, okay, let's go naar het Lely Center. Lely Stedeling Art Pisa start maandag met de fietstaxi in Lelystad. Het is een duurzaam alternatief voor de gewone taxi. Het is in eerste instantie een proef om te kijken of het aanslaat. Ik ben het aan het opzetten en het concept moet dusdanig zijn dat het lucratief is voor ZZP'ers die bij mij dit soort voertuigen huren elke dag en hun diensten aanbieden hier in Lelystad. En ik regel alles, onderhoud, de adverteerders, maar ook de planning en het hele rijlen en zeilen van de organisatie voor taxiritten en sightseeing in Lelystad. De fietstaxis rijden al in Zwolle, Amsterdam en Groningen. Pisa denkt dat het juist nu een goede tijd is om ook in Lelystad te beginnen. Ja, zeker nu. Iedereen ziet dat Lelystad enorm in ontwikkeling is. En niet alleen maar de komst van de luchthaven, maar ook de Oostvaardersplassen die steeds meer toeristen trekt. Bataviastad, die natuurlijk enorm groot is geworden, recentelijk nog uitgebreid. Dus je ziet gewoon de trek naar Lelystad. En dat zal in de toekomst alleen maar meer worden. Dus het is nu tijd om te investeren in dit soort duurzame initiatieven, zou ik zeggen. Door met ZZP'ers te werken straks, hoopt hij ook mensen met een afstand van de arbeidsmarkt een plek te kunnen geven. Je hebt geen cv nodig, geen opleiding. Het belangrijke vereist is dat je wel in goede conditie bent, want het is wel behoorlijke beenkracht. Maar je wordt elektrisch ondersteund, vooral als je in Lelystad moet er veel omhoog, hè, over de rijbanen heen. Dus je hebt wel elektrische ondersteuning, maar je hebt wel een conditie nodig. En natuurlijk wat communicatieve en sociale vaardigheden. En uiteraard natuurlijk de verkeersveiligheid, dus daar wordt ook wel op getoetst. Pisa hoopt ook mensen te vinden die op zijn taxi willen adverteren.